Vanavond in Amerika en overal elders in de wereld gereageerd op de ramp met de Space Shuttle Challenger. Nog steeds staat niet vast waarom het ruimteveer kort na de start van Cape Canaveral ontplofte en ook is officieel nog niets bekend over het lot van de 7 bemanningsleden. Urenlange zoekacties hebben echter niets opgeleverd en ook bij de NASA wordt nu aangenomen dat alle inzittenden, onder wie een 37-jarige lerares, zijn omgekomen. Het ongeluk met de Space Shuttle is de grootste ramp in de geschiedenis van de bemande ruimtevaart. 72 seconden na de lancering op bijna 17 kilometer hoogte eindigde de 25e shuttlevlucht zo. We had een apparently nominal liftoff this morning at 11:38 Eastern time. The ascent phase appeared normal through approximately the completion of the roll program and throttle down and engine throttle back to 104%. At that point we had an apparent explosion. Subsequent to that, the tracking crews reported to the flight dynamics officer that the vehicle appeared to have exploded and that we had an impact in the water downrange at a location approximately 28.64 degrees north, 80.28 degrees west. At the time that data was lost with the vehicle. De 7 ruimtevaarders waren vanmorgen vol goede moed dat hun vlucht na enkele keren uitstel nu eindelijk door zou gaan. De meeste aandacht had de 37-jarige lerares maatschappijleer Christa McAuliffe, die als eerste Amerikaanse privépersoon met een ruimteveer mee mocht. Net als bij andere shuttlevluchten had de bemanning een uitvoerig trainingsprogramma achter de rug. Ook de lerares, die uit 11.000 kandidaten was uitverkoren om mee te gaan. Ze doorstond alle oefeningen met glans en had zich zeer verheugd op de reis. Ze was ook in Cape Canaveral toen de voorlaatste shuttle werd gelanceerd. Na het ontbijt vanmorgen gingen de 7 ruimtevaarders in een bus naar de Challenger, waar ze na alle uitstel alweer voor de 3de keer instapten. De start werd op Cape Canaveral ook bekeken door de ouders en leerlingen van lerares McAuliffe. Ze zagen de Challenger voor hun ogen ontploffen. Tot nu toe heeft 1 Nederlander een shuttlevlucht meegemaakt, Wubbo Ockels. Hij zit nu in Tilburg en Hugo van Rijn praat met hem. De astronauten, Wubbo, die we net gezien hebben, je hebt ze allemaal persoonlijk gekend. Ja, behalve dan dus de lerares, die kende ik natuurlijk niet. Kunnen we ons eigenlijk wel goed voorstellen wat voor een klap dit betekent voor de Amerikaanse ruimtevaart? Nou ja, we weten natuurlijk nu nog niets wat betreft de oorzaak. En het is natuurlijk een echt ongeluk, het is een catastrofaal ongeluk. Het zal een enorme domper geven en het zal een enorme extra hoeveelheid energie kosten om weer goed op gang te komen. Ook voor de Europese ruimtevaart? Natuurlijk, wij hebben onlangs in Europa de beslissing genomen om permanent een bemand ruimtestation te hebben. Dat is een ontzettend goede zaak. Maar moet je eigenlijk op een dag als vandaag zeggen, van kunnen we nog wel doorgaan met mensen in de ruimte te brengen? Ik vind dat heel jammer dat die vraag komt, want dat is de motivatie. Dat is ook de motivatie van deze 7 mensen geweest. En wat is er eigenlijk erger om daar nu eigenlijk aan te gaan twijfelen? We moeten doorgaan. Bemande ruimtevaart was gisteren net zo belangrijk als nu. Het is een absoluut nieuw element. De mens in de ruimte die geeft nieuwe mogelijkheden. En dat is op zich is dat fantastisch. Ik wilde nog 1 keer gaan kijken naar de beelden van de lancering. Beelden dus van 6:09 vanavond. Zie je aan deze beelden al dat het misgaat? Nou, dat kan je niet zeggen. We weten eigenlijk niet wat er misgegaan is. Het enige wat je kan zien is dat we hier vlammen hebben ineens aan de external tank en dat de hele zaak opblaast. Tijdens de eerste shuttle-lanceringen waren er schietstoelen aan boord. Kon de bemanning misschien in een geval als dit eruit? Waarom zijn die er bij de laatste vluchten uitgehaald? Nou, de vraag is eigenlijk niet goed. Dit is een ongeluk, een catastrofaal ongeluk. Daar had niks geholpen, ook geen schietstoelen. We weten helemaal niet wat hier gebeurd is. We moeten eigenlijk dit soort vragen gewoon uitstellen. Maar er was voor de astronauten, kun je zeggen, eigenlijk geen kans om dit te overleven. Ik weet niet wat er gebeurd is. De hele zaak is ontploft. Ja.
Ik wil zo direct nog even praten over andere, toch ja, mogelijke oorzaken van deze shuttlevlucht. We hebben niet alleen deze beelden, we hebben natuurlijk nog beelden van eerder vandaag. Want er is in Amerika natuurlijk uitvoerig gepraat over wat kan hier toch mis zijn gegaan. En een van de mogelijkheden waarover nu gepraat wordt is, kijk hier, ijsafzetting. Die was er vandaag op Cape Canaveral. Is het dan nog wel verantwoord om te starten? Ja, ook die vraag, een rare vraag. Ik bedoel, op dit moment, wij weten helemaal niet wat er gebeurd is. We weten alleen dat die shuttle die is ontploft en dat is een verschrikkelijk ongeluk. En wij moeten op het ogenblik gewoon wachten. We moeten wachten. Er zijn vele mensen die veel meer expert zijn dan wij. Dat zijn hier in de studio heel hard bezig om uit te zoeken wat kan er gebeurd zijn. En wij moeten die mensen gewoon de kans geven om met zo goed mogelijk een verklaring te komen. En vooral daarmee te komen wat we nodig hebben. Dus namelijk ervoor te zorgen dat dit nooit weer kan gebeuren. Nog een heel kort vraagje tot slot. Maar ik denk eigenlijk dat je het antwoord al gegeven hebt. Na jouw vlucht zei je graag nog een keer. Zeg je dat nog steeds? Ja. Wubbo Ockels, dankjewel. Hugo van Rijn in gesprek met Wubbo Ockels. Het nieuws van het ongeluk met de Space Shuttle is in Amerika natuurlijk hard aangekomen. Overal zijn de vlaggen half stok gehangen. Hoop dat de ruimtevaarders de ramp hebben overleefd is er niet. Voor het laatste nieuws gaan we over naar onze correspondent Haye Thomas in Washington. Haye, wat hebben de media de laatste uren bericht? De media houden zich nog voortdurend bezig met wat zich precies heeft afgespeeld. Om de 5 minuten krijgen we de beelden, die verschrikkelijke beelden van de ontploffing. Meer en meer spitst het zich nu toe op de vraag, wat is er gebeurd, wat is er misgegaan? En als het goed is, op dit moment een persconferentie aan de gang in Florida, waar NASA zijn eerste commentaar geeft. Straks zal ook president Reagan voor de televisie en voor de radio verschijnen om zijn gevoelens met de Amerikanen te delen. Gevoelens van diepe neerslachtigheid, want het is een grote nationale ramp. Het is een immense catastrofe. Is er iets in de media bekend over de betekenis voor de NASA van deze ramp? Nou ja, dit is natuurlijk een heel moeilijk moment. Die schok moet nog verwerkt worden. Aan de bezinning is men eigenlijk nog niet toe. Vast staat wel natuurlijk dat dit een enorme terugslag betekent. Er zal een diepgaand onderzoek moeten komen naar wat er zich heeft afgespeeld. Maar nochtans, na het pandemonium van vanmiddag hier is de bezinning net begonnen. En men speurt nu haastig naar de eerste conclusies. Maar dat is een hele gecompliceerde zaak. Er heeft zich een ontploffing voorgedaan. Het was een verwoestend element, zoals we ook net van de heer Ockels hebben gehoord. En we moeten dus afwachten wat er zich nu kan voordoen. Dankjewel, Haye Thomas. Inmiddels is de Nederlandse regering met een officiële reactie gekomen. Daarin wordt het ongeluk met de Challenger ten zeerste betreurd. De nationale vlag. Gisteren viel die vlag totaal onverwacht omlaag. Daar waar eerst optimisme was, daar is vandaag ontzetting en gruwel. In de Atlantische Oceaan wordt nu gezocht naar de wrakstukken van de Challenger. Behalve met schepen gebeurt dat met helikopters en vliegtuigen. De wrakstukken zullen uit zee worden gehaald om uit te vinden wat de oorzaak van de ramp is en hoe zoiets voortaan voorkomen kan worden. Want de Amerikanen gaan door met de ruimtevaart, zegt president Reagan. We'll continue our quest in space. There will be more shuttle flights and more shuttle crews. And yes, more volunteers, more civilians, more teachers in space. Nothing ends here. Maar voor veel Amerikanen is de schok te groot om nu al veel aan de toekomst te denken. I think it's very tragic. I think it's the most tragic thing since the death of Kennedy. Niemand heeft hoop dat de 7 astronauten nog gevonden zullen worden. Dit is een herdenkingsmis voor de bekendste van de 7, de onderwijzeres Kristen McAuliffe. Grote verslagenheid en ook ongeloof bij haar leerlingen. Die konden de catastrofe direct op de televisie zien, net als alle andere Amerikanen trouwens. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. Overal in Amerika hangen de vlaggen half stok, zoals hier op het Capitool in Washington. Amerika rouwt. En straks komen we daarop terug. Ja, precies 24 uur geleden, die rampzalige lancering van de shuttle. We hebben vanmiddag hier in de studio die beelden van die ontploffing nog eens vertraagd afgedraaid. En dan wordt het allemaal zo mogelijk nog dramatischer. Hugo van Rijn geeft er het commentaar bij.
het begin van de vlucht, als alles nog goed gaat. De shuttle klimt razendsnel omhoog en maakt zijn inmiddels bekende draai. De astronauten zitten in het ruimtevliegtuig dat u nu rechts in beeld krijgt. En dan de laatste 2 seconden voor de explosie vertraagd bekeken. U ziet hier rond de beide vaste brandstofraketten van de shuttle allerlei vlammen wakkeren. Waarschijnlijk lekt de grote brandstoftank. Dan springen de vlammen omhoog. Ze worden zichtbaar tussen de grote tank en de shuttle en de enorme explosie volgt. Het is echt een kwestie van hooguit 1/5 seconde geweest. Dit zijn nogmaals de 5 beelden waarin het allemaal gebeurt. En dan de explosie. Letterlijk van de ene op de andere seconde waren de 7 astronauten dood. Bestonden zij en de shuttle gewoon niet meer. Ruimtevaart. Het is altijd al een voortdurende strijd geweest tussen de voorstanders, die er stevast het prestige van Amerika bij haalden, en de tegenstanders die op de risico's wezen. Een deskundige op Cape Canaveral zei het ooit zo. Hij zei, ons hele ruimtevaartprogramma hebben we, volgens goed Amerikaans gebruik, gegund aan de laagste bieder. En het is nog een wonder, zo voegde hij eraan toe, dat we ooit de maan gehaald hebben. We gaan naar de maan, kondigde president Kennedy 25 jaar geleden aan. Maar met wij bedoelde hij vooral Amerika. De USA. Het stond met grote letters op de Saturnusraket. En met die eerste stap op de maan. Ging het niet om de glorie van de mensheid, maar van Amerika. Datzelfde geldt voor de shuttle. Wat Amerika allemaal weet te presteren, laat dat de wereld vooral zien. Amerika, het prachtigste land ter wereld. In de tv-reclamespotjes die Ronald Reagan in zijn verkiezingscampagne gebruikte, komt ook de shuttle voor. Reagan identificeert zich er maar al te graag mee. Voor die zoete USA is een ramp als gisteren dan ook een heel bittere pil. In de studio in Washington treffen we Haije Thomas. Dag Haije. Dag Joop. Ik heb beelden van de Amerikaanse televisie gezien van jonge Amerikanen, van jongelui, die werkelijk verbijsterd leken. Ze snapten bij God niet dat de Amerikaanse techniek het zo kon laten afweten. Ja, Joop, de kinderen waren hier extra betrokken bij deze ruimtevlucht. Want Christa McAuliffe was hun juf die gistermorgen aan boord van de Challenger stapte en die hun beloofd had om vrijdag 2 lessen, speciale lessen in ruimtevaart uit de ruimte via de televisie aan hun te geven. De kinderen zijn hier opgegroeid met het idee dat het lanceren van een ruimteveer een fluitje van het cent is, routinezaak. Dat het niet het geval was en dat zij letterlijk voor hun ogen de Challenger hebben zien verongelukken, was een grote schok. En thuis en op school doen we hun uiterste best om hun daarin zo goed mogelijk op te vangen. Ja, voor de Amerikanen is eigenlijk zo'n reis met zo'n shuttle een logisch vervolg van de kruiwagen en de driewieler. Inderdaad, men was er zo gewend aan geraakt dat, neem hier nou maar de grote networks die jarenlang live de lanceringen van ruimteveer hebben uitgezonden, ditmaal verstek hadden laten gaan. De Amerikanen zitten, dat kunnen we rustig zeggen, aan de rand, aan de periferie van het technisch kunnen van de mensen. Moet men verder gaan? Hoe liggen de reacties op dit moment in Washington? Nou, de deur staat na deze ramp nu helemaal open voor kritiek, ook veel kritiek op het al jarenlange bemande ruimtevaart, ambitieuze ruimtevaartprogramma van NASA. Tegenstanders van de mens in de ruimte roeren zich nu geducht. Een voorbeeld is met name Thomas Gold, een bekende sterrenkundige hier, die stelt dat het absoluut niet nodig is om mensen in de ruimte, zegt dat het veel beter is het dure geld te steken in projecten zoals de satelliet met afstandsbediening, zoals die enkele dagen geleden nog zo geweldig op dreef was rond Uranus. En makkelijk in staat is, zegt Gold, en zeggen ook anderen, om het verkennen in de ruimte over te nemen. Ja, Haije Thomas, bedankt voor deze informatie en goedemiddag. Ruimteveer waarbij 7 astronauten om het leven kwamen, heeft rechtstreekse gevolgen voor het Europese ruimtevaartprogramma. ESA, de Europese organisatie die zich met ruimtevaart bezighoudt, werkt op een aantal punten samen met NASA, de Amerikaanse organisatie die zijn ruimteveer gisteren kort na de lancering zag ontploffen. ESA heeft in Noordwijk een van zijn hoofdkwartieren. Hans Polak bezocht het ruimtevaartcentrum vanmiddag en maakte daar het nu volgende verslag.
in het hoofdkantoor van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk. Ik denk dat de reactie bij ESA, indien mogelijk, nog dieper en ontzettender was dan over het algemeen in de wereld het geval is. Ik denk dat het een van deze gebeurtenissen is die iedereen beïnvloed heeft gisteravond en vandaag. Bij ons, indien u wil, wij doen dezelfde stijl. Wij zijn bewust van de gevaren die er gelopen worden door de astronauten, de risico's die men neemt wanneer men in de ruimte werkt, of zelf wanneer men een ruimtevaart doet in het algemeen. Het is daarbij is de ruimtevaart nog een betrekkelijk kleine wereld waar iedereen minstens enige personen kent die in een ander deel van de wereld, in een ander land of in een ander agentschap zijn. Denkt u dat men er ooit achter komt wat dit ongeluk veroorzaakt heeft? Normaal ja. Gedurende de enkele minuten, de enkele eerste minuten van de vlucht, komen er van de computers aan boord duizenden en duizenden gegevens naar beneden. Alles wordt gecontroleerd. Zo op een of andere manier. Ze hebben enorm veel vliegtuigen rond die filmen nemen. Niet alleen de filmen die we gisteren op televisie gezien hebben, maar ook andere filmen, zuiver tactische filmen. Het is praktisch zeker dat zij zullen uitvinden waarom zij dit ongeluk gehad hebben. Het kan maanden duren. Wat voor invloed heeft dat ongeluk nu op de activiteit van ESA? Wel, dit jaar, dus 86, hebben wij minstens, of was het voorzien dat wij minstens 3 vluchten op de shuttle zouden hebben of erin geïmpliceerd zijn. Wij hadden dus in mei wat men Ulysses noemt, dat dus een Europees ruimtetuig is, dat over Jupiter uit de elliptische sfeer van het zonnestelsel zou gaan en over de polen van de zon vliegen die we nooit gezien hebben tevoren. Dit ruimtetuig kan alleen met de shuttle gelanceerd worden. Het is zeker, of praktisch zeker, dat daar een vertraging zal zijn. Niet alleen het Ulysses-project loopt vertraging op. Ook een gemeenschappelijk ruimtelaboratorium van de Amerikaanse NASA en de Europese ESA overkomt dat lot. En nog een derde project, een ruimtetelescoop. Nou, niemand weet op het ogenblik wat de gevolgen gaan zijn, hoeveel we vertraging gaan nemen. Uiteindelijk komen we wel terug op een normale planning. U denkt dat die vluchten met de Space Shuttle weer normaal, als men erachter is, natuurlijk plaats zullen vinden? Absoluut. Geen twijfel. U heeft de ESA ook een concurrentiestrijd met NASA wat betreft de commerciële lading van de shuttle en ook de Ariane-raket. Denkt u dat er in de toekomst mogelijk is dat de ESA zal profiteren van het feit dat de shuttle vertraagd wordt door dit ongeluk? Om het u eerlijk te zeggen, dat is het laatste waar we op het ogenblik aan gedacht hebben. Het ongeluk heeft gisteravond plaats gehad. En het Ariane planning is vol voor de komende 3 jaar. Dus als het nou enige invloed zou hebben, zou het werkelijk moeten zijn dat het shuttle-programma zich in veel grotere moeilijkheden bevindt dan wij op het ogenblik zelf kunnen redelijk voorzien. En dan over lange tijd is het inderdaad mogelijk dat bepaalde cliënten zeggen, nou ja, Ariane is zekerder, het is een zeker ding en de shuttle weten we nog niet waar we aan toe zijn. Maar werkelijk, die analyse is door niemand op het ogenblik gemaakt geweest en in ESA hebben we er nog niet aan gedacht. Het ongeluk met de Space Shuttle heeft waarschijnlijk nog een gevolg. Het SDI-programma, u weet wel, oorlog voeren in de ruimte.
dat dreigt erdoor vertraagd te worden. De Space Shuttle wordt namelijk door hoge militairen in Amerika gezien als een uiterst geschikt middel voor proefnemingen in het kader van dat SDI-project. De oorzaak is, daar zijn ze nog steeds niet achter. Allerlei reddingsteams van het ruimtevaartbureau NASA zijn nog steeds de zee aan het afspeuren, zoals hier in de buurt van de plaats Daytona. En ze vinden steeds meer drijvende brokstukken. Als helikopterpiloten wat ontdekken, dan wordt er eerst een soort rookbommetje uitgeworpen, zodat de reddingsbootjes weten waar ze naartoe moeten. Van elk brok wordt nauwkeurig vastgesteld waar het precies heeft gezeten in of aan de shuttle. En zo zijn er al delen van de romp opgespoord. Van een vrachtdeur bovenop de shuttle. En van de vleugels. De onderzoekers zijn er eigenlijk verbaasd over dat er nog zoveel grote delen zijn teruggevonden. Ze hebben nu zelfs hoop dat ze de cabine kunnen opsporen met misschien de lichamen van de 7 omgekomen astronauten er nog wel in. Eerst dachten ze dat die totaal verbrand zouden zijn, maar nu hebben ze diep onder water een groot voorwerp ontdekt. Er worden nu 2 van deze onderwaterrobots met tv-camera's gebruikt om de bodem te onderzoeken. Zo hopen ze de zekerheid te krijgen of het grote voorwerp inderdaad de cabine van de shuttle is of niet. Zijn alle voorzien van hitteweerende tegels, waardoor ze blijven drijven, want die tegels zijn licht. Om die cockpit van Challenger te vinden, wordt gebruik gemaakt van 2 onderwaterrobots. In die cockpit, met het bemanningsverblijf in die cockpit, bevinden zich de boordcomputers met alle vluchtgegevens. Dictator Duvalier van Haiti is niet weg. Hij verscheen in levende lijf.